Welkom bij een nieuwe aflevering van CEO Talks. Naast mij zit Francis de Pre, de topman van de investeringsmaatschappij Dieteren. Uh, onder het vierjarige leiderschap, moet ik zeggen misschien, ja, stuurmanschap uh, van u, uh, Francis de Pré, uh, vervijfvoudigde de koers. Um, heel wat lezers kennen jullie nog als uh, ja, de, de autoholding, bekend van uh, de Volkswagen-merken, maar jullie doen intussen veel meer dan dat. Kunt u misschien voor... De kijkers die Dieteren niet zo goed kennen, eens uitleggen wat jullie exact doen. Ja, eerst en vooral goedemiddag en dank u voor de uitnodiging. Uh, inderdaad, Dieter, Groep, uh, zoals hij vandaag eruit ziet, ziet er heel anders uit dan een paar jaar terug nog. Uh, het is onze missie om een, we zijn een familie onderneming, beursgenoteerd. Uh, maar we zijn ook een familie van ondernemingen. En het is onze missie om die familie van ondernemingen te doen groeien met meerdere bedrijven. En inmiddels hebben we. Zeg maar vijf, eigenlijk zes activiteiten binnen Dietrun Groep. Uh, eerst en vooral de historische activiteit van Dietrun Automotive, zoals we dat intern benoemen. Uh, we vieren trouwens dit jaar 75 jaar uh, samenwerking met de Volkswagen Groep. Want wij distribueren, importeren en verdelen alle merken van de Volkswagen Groep in België. Dat is onze lokale business, historische activiteit. Uh, Inderdaad, en daarom denkt iedereen in België onmiddellijk aan auto's als ze aan Dieter denken. Uh, maar inmiddels is de tweede activiteit um, eigenlijk al sinds heel wat jaren de grotere activiteit, met name Belron. Beter bekend onder de naam Kaarglas hier in België, maar heeft verschillende merken overal in de wereld. Overal dezelfde jingle wel. Maar Belron is de grootste activiteit binnen onze groep. En heeft ook een heel mooie sterke groei gekend de voorbije jaren. En dat zal in de komende jaren niet anders zijn. Het is dus de belangrijkste tak van de holding. In termen van omvang en in termen van winstbijdrage en waardering is het inderdaad het belangrijkste stuk van de groep. Maar inmiddels zijn we natuurlijk ook een heel stukje verder gegaan. Dat begon in het jaar waar ik de Dieter Groep um, vervoegd heb al met de aankomst van uh, Molskin. een heel wat kleiner bedrijf, maar met een bekend merk, ja, een mooie uh, notitieboekjes en andere producten. Uh, wereldwijd actief. Van al onze activiteiten, zij zijn in de meeste landen actief, 120 landen. Um, maar een heel mooi bedrijf. Maar niks te maken met automotive, natuurlijk niet. Um, en sinds twee jaar hebben we inderdaad twee substantiële activiteiten toegevoegd aan onze portefeuille. Eerst en vooral TVH Parts, wat een stuk was van het vroegere uh, Globale TVH. Waar wij een 40% aandeel hebben naast de termotenfamilie. familie Een bedrijf gebaseerd in het Waaghemse, maar ook heel wereldwijd actief. Met trouwens een heel sterke poot in de Verenigde Staten. ongeveer een derde van de omzet is in de oh. Verenigde Staten. En dan het laatste. Dat, dat zijn vooral vorkheftrucks. Of zijn daar nog Inderdaad, andere? Inderdaad, dus TWH-parts en onderdelen. De distributie van onderdelen. Voor heftrucks, forklifts. Maar ook voor landbouwtuig. Voor constructie, graafmachines en andere industriële. De typische mobiele. Liftplatformen die u wel kent, en eh, langs de weg eh, af en toe ziet staan. Dat zijn de soort onderdelen, de soort toestellen waarvoor TVH de onderdelen verdeelt. En eigenlijk zijn zij wereldwijd de grootste onafhankelijke verdelen van dat soort onderdelen eh, die er is. En daar hebben wij dus 40 van. En dan, last but not least is dus een, een acquisitie die we vorig jaar gedaan hebben. PHE, Parts Holding Europe. Klinkt Engels, maar is in feite een in Frankrijk gebaseerd bedrijf. Actief in een zestal West-Europese landen: Frankrijk, Italië, Spanje, de Benelux eh, voornamelijk. Eh, en ook zij zijn een distributeur van onderdelen, maar dit keer van onderdelen naar voertuigen, voornamelijk. Ook wat vrachtwagens, maar voornamelijk naar voertuigen. Dus in die zin met die vijf activiteiten. En de zesde activiteit, die heb ik nog vergeten te vermelden, is Dieter IMO, waar we eigenlijk al onze onroerend goed dat we in België voornamelijk hebben gelinkt historisch aan de activiteit van automobiel, samengebracht hebben een paar jaar terug om het op een professionele manier te managen. Maar daarmee is onze groep, zeg maar, een mooie handvol aan activiteiten. En zijn we niet meer alleen maar de autoholding die vele mensen vele lezers en kijkers misschien nog kennen. een paar vragen waren op voorhand binnengelopen, net over de investeringen. Ja. Een paar lezers vragen zich af: ja, mogen we ons in de nabije toekomst verwachten aan nog interessante investeringen van Dieteren? Wij zijn altijd op zoek naar goede investeringen. We hebben nog wat, wat cash op onze balans en we gaan ook in de komende jaren cash kunnen genereren die ons al toelaten om verder te investeren. We investeren natuurlijk eerst en vooral verder in onze bestaande activiteiten, want ook die groeien en hebben middelen nodig om verder te groeien. Maar tegelijkertijd zijn we inderdaad nog op zoek naar, ik zeg altijd, we hebben een handvol aan activiteiten, we hebben grote handen, we hebben er inderdaad nu vijf, plus immobiliën, maar er kan nog een zesde, wie weet, ooit een zevende activiteit bijkomen. Maar u zult ons niet, zeg maar, tien, vijftien investeringen zien doen. Voor ons blijft het belangrijk dat we bij elke Investeringen, elke activiteit voldoende energie, tijd en aandacht kunnen besteden, zouden we het managementteam kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun ambities, van uiteindelijk hun bedrijven. Buiten Molskin en het vastgoed zitten jullie nog altijd in de sector van mobiliteit. Uh, een lezer vraagt: gaat dat zo blijven of gaan jullie verder diversifieren buiten de autosector, buiten mobiliteit? Ja, we, we zijn eigenlijk sectoragnostisch, dus we zijn niet gehuurd zeg maar, met een mobiliteitssector, maar het is een van de vier visvijvers, als u wil, waar we inderdaad voor investeringen naar kijken. Mobiliteit is onze habitat die we sinds decennia lang kennen, maar we hebben een tweede uh, visvijver die wij business services noemen. En uh, Belrond bijvoorbeeld uh, uh, zouden wij eerder kwalificeren als een business services bedrijf dan als, als een puur automotive bedrijf. Ja, ze raken natuurlijk de voertuigen aan, maar het is een service van zeg maar, ja, uh, onverwacht herstel van een auto uit uh, wat zij heeft te doen. En dus is het echt een business service die ze aanbieden in samenwerking met veel verzekeringsmaatschappijen. En dus voor ons zijn business services een heel attractieve. Um, groep van sectoren die we heel regelmatig bekijken. Maar we kijken ook uh, wat vermeerd naar lifestyle. Mooskin is uiteindelijk een lifestyle um, bedrijf. En dus dat geeft uh, dat ook onze aandacht. En last but not least, ook in de maakindustrie uh, beginnen we meer en meer te kijken naar potentiële uh, uh, doelwitten. En wie weet, uh, zoals ik zei, we gaan misschien één of twee investeringen doen in de komende jaren. Uit welke van de vier zal het zijn? Uh, u heeft er evenveel te raden na als ik zelf. Uh, maar we blijven op zoek naar bijkomende investeringen cash hebben jullie daarvoor ter beschikking? Wel, eind december hadden we iets van een goede 600 miljoen cash ter beschikking. Waarvan de helft echte cash en de andere helft in de vorm van shareholder leningen naar verschillende activiteiten. Maar dit jaar is er al terug wat cash bijgekomen. Uh, dus het zal zich verder evolueren. En, uh, maar we zijn niet, uh, zeg maar. Uh, de, de tijd is niet onze vijand, het is onze vriend. We kijken heel systematisch en gedisciplineerd. En we zien wel wanneer er iets gebeurt. Het is eerder. Toeval zou ik zeggen, dat we twee acquisities gedaan hebben in zo'n korte periode na elkaar. Dat was niet uh, gepland, maar uh, soms zijn de opportuniteiten er en soms zijn ze er wat minder. Ze zijn toevallig op de menu gekomen. Lezer Simona vraagt, uh, eerst doet ze een vaststelling. Ja, ze zegt, mm -hmm. Dieter noteert dit jaar met verlies op de beurs sinds nieuwjaar, in tegenstelling tot uh, de meeste indexen. Uh, en, uh, ze zegt, ja, na de jaarresultaten maakten sommigen zich zorgen over de vrije cashflow. Mm -hmm. Kunt u... Even uitleggen waarom de cashflow zwakker was dan verwacht uh, vorig jaar. Ja, dus als je naar de vrije kasstroom, dat is eigenlijk altijd een fotofinish die je maakt op het einde van het jaar, dus op 31 december, dan is die inderdaad 31 uh, in de, in december 22 niet zo goed uitgevallen, eigenlijk voor drie redenen. Um, de grootste reden is in feite een swing van ongeveer 250 miljoen euro die we hadden uh, bij Dieter Automotive, omdat we plots heel wat leveringen van nieuwe voertuigen uh, verkregen. Uh, we hadden eigenlijk al gehoopt in september, oktober, november om mee met meer leveringen van voertuigen te krijgen. De fabrieken uh, van de Volkswagen-groep konden ons niet snel genoeg leveren, en plots vanaf december kwamen duidelijk meer voertuigen af en uh, wat dat betekent, uh, dat moment is dat net voor de kerstvakantie waren wij niet meer in staat om die voertuigen allemaal naar onze concessiehouders te leveren of van de concessiehouder naar de eindklanten te leveren ze zelf moeten en dus stockeren. ze zijn eigenlijk relatief bij ons op de parkings blijven staan, bij wijze van spreken uh, en hebben die pas begin januari um, echt kunnen beginnen uitleveren aan de klanten, en dus dat was eigenlijk een momentopname die heel ongelukkig was maar die bij Dieter Automotive heel snel een paar honderd miljoen verschil kan maken in de vrije Castro. Uh, een tweede reden was um, de de overnamepolitiek bij Belrom. We hebben vorig jaar voor ongeveer 160 miljoen uh, overnames kunnen doen. 23 uh, overnames, relatief kleine natuurlijk. Als je 23 doet, voor 160 miljoen zijn ze niet zo groot. Maar toch, het is een groter bedrag dan de jaren daarvoor. Het jaar daarvoor was het 24 miljoen en typisch in een jaar is het misschien 40-50 miljoen. Het was dus een groot jaar zeg maar, een grand cru voor de overnames bij Belron. Dat is dus een goede investeringen. Dat is geen weggesmeten geld in tegendeel. Dat helpt nou, dat Belron. Slort de, de cashflow op natuurlijk. Uh, ja. Maar op de cashflow voor de fotofinish van eind december um, inderdaad niet zo goed. Um, en ten derde, en dat is zowel juist voor Belron, voor PHE en voor TVH. Er waren nogal wat uh, problemen met toeleveringsketens uh, vorig jaar. Hè, zowel met containerschepen die vast zaten in China of in Amerika of in Europa. Lange wachtrijen voor de havens, enzovoort. Um, en dan was er eigenlijk een bewuste keuze gemaakt om de gemiddelde voorraad uh, wat op te trekken. Om te vermijden dat we ergens. Uh, niet de juiste voorraden zouden hebben. En dus zowel Belron als TVH, hadden PG dus hadden hun voorraad wat verhoogd, maar dat wordt ertussen weer genormaliseerd en afgebouwd. Dus we gaan ervan uit dat we in 2023 terug een positievere vrije kerststroom gaan kunnen genereren in de som van al onze activiteiten. Oké, okay, dat is heel duidelijk. Misschien over naar de activiteiten zelf, uh, met ja. in de eerste plaats Belron, omdat het toch de grootste afdeling is. Mm -hmm. Een paar lezers vragen, uh, onder meer Els, uh, merkt op van, ja, Belron heeft aangekondigd uh, een extra dividend naar zijn aandeelhouders te laten vloeien. Jullie hebben 50%. Mm -hmm. Er gaat ongeveer 500 miljoen euro dividend van Belron naar Dieteren stromen. Maar uh, Belron laat daarvoor ook heel veel schulden op. Uh, en ze vraagt: Is dat een idee van de nieuwe CEO Carlos Brito? Want uh, ja, Brito heeft bij AB InBev uh, zijn vorige werkgever ook heel veel schulden aangegaan om SAB Miller over te nemen, waardoor de koers in elkaar uh, stuikte? Uh, merkt zij op. Kijkt u er ook nauw op toe dat Bedron niet te veel schulden aangaat? Uh, hoe zit het eigenlijk met het schuldenplaatje van Bedron? Nee, absoluut. Hè. Dus we, zijn, we zijn een familiebedrijf. En ik kan u verzekeren dat in een familiebedrijf er met heel veel aandacht gekeken wordt naar wat is een schuldgraad die past bij, bij elk bedrijf, in dit geval bij Belron. En daar zijn wij eerder heel zeker aan de conservatieve kant altijd. Sinds dat gaan we van alle kanten en hoeken bekijken om zeker te zijn dat er daar geen onnodige risico's genomen worden. Nu, inderdaad, de, de, de dividend. Uh, Opstroom speciaal dividend die vanuit Belron naar de aandeelhouders gaat, um, is ongeveer 1,1 miljard, waarvan de helft uh, naar Dieteren. Maar er is daar 300 miljoen cash van, dus die in feite overtollige cashjes bij Belron die ze momenteel niet nodig hebben en waarvoor gekozen is om die op te stromen. Inderdaad 800 miljoen. Bijkomende schulden. Maar dat kadert volledig, um, en dat heeft niks te maken met de recente veranderingen in Management. Dat kadert volledig in afspraken die we eigenlijk al sinds uh, 2018 hebben met, uh, met de andere aandeelhouders van Belrom. Dus u weet, in 2018 is een eerste private equity speler aan boord gekomen, CDR. En eind 2021 zijn nog eens drie nieuwe investeerders aan boord gekomen: met Helman Freeman, uh, GIC en BlackRock. En in feite hadden we in 2018 al. Een duidelijke afspraak gemaakt onder aandeelhouders van welke financieringspolitiek willen we eigenlijk volgen met Belrom. En daar zijn wij duidelijk op de rem gaan staan en zeggen wij willen niet wat private equity. Ze komen soms dus in de verleiding om relatief hoge schuldgraden te doen. Waar je, weet ik veel, vijf, zes, zeven keer dus de hele dag. Um, als netto schuld zou kunnen opbouwen. Wij hadden toen al een cap vastgelegd van maximaal 4,25 keer als schuldgraad. Uh, als een maximum. En als ik kijk tussen 2018 en nu zijn we eigenlijk gemiddeld altijd rond de drie keer geweest van schuldgraad. Dus, uh, uh, of misschien net daarboven. Um, maar wat we typisch doen is, naarmate de schuldgraad zakt. Doordat Belron heel succesvol haar EBITDA doet groeien en ook veel cash genereert, euh, kijken we op regelmatige tijdstippen van zakte schuldgraad zodanig, onder de 3 of onder de 2,5 en enzovoort, dat je op een bepaald moment dat terug wat kunt. Opkrikken naar een gemiddeld of een wat hoger niveau. En sinds eind 2021, met de drie nieuwe aandeelhouders, hebben we zelfs een soort uh, ja, een, 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 een trapsgewijze corridor vastgelegd, die over de komende jaren er zal toe leiden dat de schuldgraad van Belron zal zakken. Ja, de 4,25 die ik ver, ver, vermeldde was dan 4 geworden vorig jaar, 3,75 dit jaar, gaat na drieënhalve tijd naar drie keer gaan, maximaal. Dat betekent dat tussen nu en 2025 de schuldgraad gaat langzaam zakken. En dat is belangrijk omdat dat zeg maar, meer flexibiliteit geeft voor de financiële structuur van Belron enerzijds. Uh, maar anderzijds laat het ons ook toe om de kwaliteit van de balans van Belron uh, uh, ja, beter tot uitdrukking te laten komen. En ja, Be Belron kreeg voorbeeld. recent ook een hogere kredietrating, uh, had ik gelezen? Juist, ja, daar wou ik net naartoe komen, want Standard Poor's heeft net. Uh, volwetende dat wij die 1,1 miljard gingen naar boven streamen uh, gezegd van wij vinden dat Belron nu investment grade uh geworden is. En dat is even een belangrijke en grote stap, want het is ten eerste een soort kwaliteitslabel over de balans en, 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 en de kwaliteit van, van de cashflow en de EBITDA generatie van Belron, maar het is ook een, 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 een mooie um, uh, beslissing die Standard Poor's gemaakt heeft, die ons zal toelaten om in de toekomst de financieringstructuur verder te ontwikkelen. Dus we voelen ons heel, heel comfortabel met de schuldgraad uh, van Belron um, en het is natuurlijk ook de goede ontwikkeling van het bedrijf dat ons toelaat dat uh, daar, daar toch ook um, uh, dividenden um, naar de verschillende aandeelhouders ja. te laten sturen. lezer dan stelt uh, nog de vraag: ja, is het in het licht van de huidige hogere rentestanden wel verstandig? Uh, oh. Houdt u daarmee rekening dat die rente nog kan oplopen? Ja. Absoluut. Ja, we kennen de rentecurves uh, die de centrale banken publiceren even goed als, als iedereen, en wij doen uh, heel gedegen stresstests zeg maar, om te kijken dat het absolute bedrag aan investerings, uh, aan, aan um, uh, sorry, aan, aan interest expenses, aan uitgaven voor, voor um, um, rente die we moeten betalen, dat die zeg maar binnen, als, uh, binnen het kader blijft waar we ons comfortabel mee voelen. Dus we stressen dat van alle kanten. En uh, we hebben ook heel goede voorwaarden bekomen trouwens in deze laatste dividend recap van twee weken terug. Uh, zodanig dat we zeggen dat zijn eigenlijk attractieve financieringsvoorwaarden. Uh, daar voelen we ons heel comfortabel bij. U sprak net over de nieuwe aandeelhouders van Belron. Het gaat over investeringsmaatschappijen. Daarvan is bekend dat zij soms ja, een, een exit uh, nastreven. Mm -hmm. um, met uh, Carlos Brito kwam er ook een CEO bij Belron uh, ja, die heel veel ervaring heeft uh, met een beursgenoteerd bedrijf. Uh, lezer John vraagt: ja, uh, wat met de mogelijke beursgang van Belron? Zit dat ooit in de stijgers? En kunt u daar misschien een timing op, op plakken? Of uh, denkt u daar voorlopig niet aan? Ja. Maar niets concreets, hè, want er is echt geen, het is geen actueel thema. Maar het is inderdaad zo dat verschillende van de aandeelhouders rond de tafel, de private equity spelers, het is hun businessmodel, om op een bepaald moment ook te verkopen. Ja, dat weten we. Nu al. Maar we zijn net vertrokken, sinds eind 2021, met een nieuw hoofdstuk. Ze zijn aan boord gekomen, het is nog geen 18 maand. Dus uh, laten we de tijd aan de tijd geven. Zij zijn sowieso vertrokken voor een, een, een aantal jaren. Uh, we hebben dan een nieuw plan gemaakt met het management. We hebben een nieuwe CEO aan boord. En het bedoeling is om dat hoofdstuk volledig uit te werken. En dan. Op het einde van het hoofdstuk gaan we ervan uit dat een aantal van de aandeelshouders gaan willen verkopen. En dan hebben we het zo opgezet dat alle opties open liggen. Ja, dan gaan we terug een soort institutionele investeringsronde doen zoals in 2021, waarbij nieuwe uh, investeerders zoals BlackRock en anderen aan tafel kwamen? Of gaan we een IPO doen? Of doen we iets anders? Alle opties gaan dan op dat moment op de tafel kunnen liggen. De flexibiliteit is daar en dat zien we dan wel. Maar dat is vandaag helemaal niet aan de orde van de dag. Uh, nog een paar vragen over uh, de activiteit uh, van Belron. Uh, iemand vraagt, uh, lezer Hans. Uh, Blijft de herstelling van autoruiten booming business? Hij merkt op dat hij al meer dan tien jaar geen sterretje in zijn vooruit uh, heeft warm, gehad. Hij zegt dat ja, de wegen worden steeds beter, de ruiten steviger. Hoe evolueert eigenlijk het aantal uh, herstellingen bij Belron? Uh, als je rekening houdt met een gelijk aantal filialen? Ja. Well, dus, bij, bij Belron inderdaad, is geen markt die waar veel volumegroei is. Ja? Uh, het kan wel eens een, een procentje of zo uh, op en neer gaan, en het is wat beïnvloed door het klimaat onder meer, een strenge winter of een hete zomer, en beide zijn trouwens goed nieuws voor Belgron, uh, dat kan dat natuurlijk de volumes wat doen bewegen, maar het is op zich geen volumegroeiende markt, uh, waar waar Belron in actief is. Omdat inderdaad de uh, snel, gemiddelde snelheid gaat naar beneden, kwaliteit van de, van de wegen enzovoort. Jullie personeel gooit geen eigen steentjes nee. uh, op de wegen. <laughs> tuurlijk niet, tuurlijk niet. En het is inderdaad zo dat gemiddeld tussen de zes à zeven jaar het is, uh, dan, dan heeft de, de lezer geluk gehad met tien jaar, dat, dat er een steentje inkomt. Maar wat wel uh, heel duidelijk is bij Belron al de voorbije vier, vijf jaar, en dat zal in de komende vier, vijf jaar niet anders zijn, is dat het geen volumegroei is, maar een echte waardegroei. Dat wil zeggen, de gemiddelde prijs per interventie, die gaat wel omhoog. En dat eigenlijk door drie factoren. Eerst en vooral de mix aan voorruiten, die evolueert heel snel. Je kijkt alleen maar fysisch naar het design van de voertuigen die nu op de markt komen. Die hebben grotere voorruiten, meer gebogen voorruiten. Daar zit allerhande technologie in die voorruiten. Dat gaat van antennes naar bedradingen voor de elektronica van het voertuig. Naar de camera die er natuurlijk op zit op de, op, op, op de voorruit. Naar in de toekomst meer heads-up display waar je dingen gaat projecteren op de voorruit van binnenuit. Dus veel meer technologie. Dus de gemiddelde prijs van een voorruit gaat omhoog. En dat betekent... Wij proberen altijd eerst een vooruit te herstellen, maar als herstel niet lukt en het sterretje is te groot, dan gaan we vervangen. En dus telkens we een vooruit vervangen, ja, als dat meer grotere uh, vooruiten worden, naarmate het voertuigenpark moderner en, 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 en meer design wordt, dan gaat die gemiddelde prijs omhoog. En dat is één driver van waardegroei in de omzet van Bellron. Een tweede driver, en die is eigenlijk uh, belangrijker en belangrijker geworden, is dat we wanneer we vervangen en als er een camera in de vooruit zit dat we dan ook een tweede job moeten doen, namelijk het herkalibreren van de hoek van die camera ten opzichte van de rest van het voertuig. Want natuurlijk wil je een voertuig veilig kunnen uh, besturen en dat wil zeggen, als je moet remmen bij een noodrem dan moet die camerahoek juist zijn, anders ga je het aantal meter verkeerd inschatten. Ja, dat willen we niet Zelf, voor hebben. Zijlijnen. Dat is veel te gevaarlijk. En dus wij moeten telkens een tweede interventie doen. Dat kost ons wat tijd, maar daar kunnen we ook een, een bijdrage voor vragen, dat daar wordt voor betaald. En dat is in feite een van de grote groeimotoren geweest, zeg maar, van Belrond de voorbije jaren. In een paar jaar terug moest je misschien elke tiende auto zo'n tweede job bij doen, zo'n herkalibrering. Vorig jaar was dat bij elke derde auto bijna. Maar die 30 dat zal 40, 50, 60 tot 100% gaan in de komende tien jaar. En dat is een natuurlijke ruggenwind, zeg maar, die Belron uh, geeft. En een derde factor van groei uh, is dat we wanneer iemand op bezoek komt in, de, in, de, in de, zeg maar het, het atelier van, van Belron, dan gaan we ook zeggen van ja, zijn de ruitenwissers misschien aan vervanging toe? Uh, wil je misschien ook een product om de auto te reinigen? Er zijn een paar extra diensten of producten die je kunt aanbieden wanneer je toevallig bij ons op bezoek komt uh, om geholpen te worden. En dat biedt ook iets, ook iets wat vroeger bijna niet gedaan werd, maar waar we nu iets proactiever mee omgaan. En dat voegt ook, ook groei toe. En dus die drie factoren leiden ertoe dat ondanks een volume die eigenlijk niet echt veel verandert, um, dat je wel een heel. ...substantiële uh, waardegroei krijgt... ...en dus meer omzet en ook meer marge kunt genereren. Dus cross-selling bij het uh, herstellen van uh, het sterretje in ja, de vooruit. Maar met een glimlach en een kop koffie er altijd bij natuurlijk. Ja. Iemand vraagt ook, van ja uh, technisch wordt dat waarschijnlijk altijd moeilijker... ...is het nog uh, makkelijk om voldoende geschoold personeel te vinden... ...om uh, die herstellingen uit te voeren? Dat is inderdaad een, een, een uitdaging die, die er is. Uh, gelukkig is het soort technieker... Zeg, de mensen die, die de herstellingen en de, en de vervangingen uitvoeren. Die kun je recruteren uit een relatief brede pool van, 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 van vaardigheden. Je bent niet, het is niet zoals bij zeg maar, de carrosseries die we kennen bij die, een auto, waar je echt mensen hebt die moeten opgeleid zijn in, in, in het, het metier van carrossier. Dat is minder het geval bij Belrom. Maar het blijft inderdaad, um, uh, zeker in bepaalde regio's zoals de Verenigde Staten, waar men gemakkelijk al eens voor een dollar per uur meer of minder van job verandert, uh, is het niet altijd gemakkelijk om de mensen die je dan opgeleid hebt ook te behouden. Uh, dat is een heel sterke en goede cultuur bij Belron, maar dat is al niet te min, is het iets waar heel veel bewe beweging in zit. En dus het blijft inderdaad elk jaar een uitdaging om de juiste techniekers op het juiste moment, hè, want het is nogal seizoensgebonden, um, om die um, inderdaad overal in onze uh, geografische footprint aanwezig te hebben. Over die concurrentie gesproken, lezer Peter Lynch, ik veronderstel niet dat het zijn echte naam is, uh, vraagt van, ja, uh, hij heeft een offerte ingediend. Uh, Scarglass was duurder dan een andere hersteller uit Antwerpen. Vreest u niet dat er meer concurrentie komt uh, op die markt en dat uh, ja, zo die hoge marges niet meer houdbaar worden? Maar Er is veel concurrentie. Als je naar alle landen kijkt waar Belron actief is, er zijn overal en altijd concurrenten. In de eerste plaats vaak trouwens de, de, de autodealer zelf, ja? en dat kennen wij natuurlijk van de Volkswagen merken zelf ook bij Dieter Automotive. Um, um, en die zijn typisch wat duurder dan wat Belron aanbiedt. Maar als je een andere concurrenten neemt, er zijn er die goedkoper zijn, er zijn er die duurder zijn. Ik denk ik, qua serviceniveau en kwaliteit denken we dat we aan de top staan, dat we heel goed bezig zijn bij Belron. Maar er is concurrentie en concurrentie is goed. Dus uh, het, 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 het uh, maar, uh, dwingt ons er toe om altijd te proberen in één of twee of drie stapjes vooruit te denken en, 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 en ons verder te verbeteren. Maar dus uh, Belron um, is er in geslaagd de voorbije jaren typisch om haar marktaandeel um, te behouden of verder uit te bouwen. En daar, ga, daar willen wij geen veranderingen in zien komen in de komende jaren. Oké, okay, misschien over naar een andere tak: de ja. autoverdeling, de Dieter en Auto. Een paar vragen daarin gaan over Tesla. Uh, lezer Koen vraagt: ja, uh, het gaat over iets heel recent. Hmm. Tesla heeft aangekondigd nog prijsverlagingen door te voeren. Uh, de hele autosector, waaronder Dieter en vandaag ook, krijgt klappen. Een daling van meer dan 3%. Gaan we rekening moeten houden met nog veel meer prijsconcurrentie op die markt? Hoe zien jullie de prijzen evolueren? Van, ja, hier gaat het dan specifiek over elektrische wagens. Ja, klopt. Maar ik denk dat de prijsverlaging die ze gedaan hadden, die ze denk ik eerst in de States en dan in Azië en nu ook in Europa aan het doorvoeren zijn, waarschijnlijk meer te maken hebben met hun productiecapaciteit en hun commerciële. Uh, inspanningen om te proberen de auto's uh, uh, te verkopen zoals ze dat voorzien hadden in hun, in hun budgetten. Dus in die zin, denk ik, is het voor hen meer, misschien meer een korttermijn uh, aanpassing aan de ene kant aan hun uh, productiecapaciteit. Uh, tegelijkertijd is het denk ik ook iets wat ergens niet verrast. Ik zou zeggen, uh, elektrische voertuigen zijn duidelijk begonnen als een niche-product, wat uh, een, ja, meer een, voornamelijk met eerder relatief grotere en premium modellen in de markt is gezet. Uh, ook bij onze merken is het eigenlijk eerst begonnen bij Audi, en bij Porsche, vooral uh, de ID-serie van Volkswagen kwam enzovoort. Dus uiteindelijk, de meeste merken hebben uiteindelijk eerder met wat grotere modellen begonnen bij elektrische voertuigen. Naarmate die... De tijd verstrijkt en elektrische voertuigen een echt massaproduct worden, ja, wat heel goed nieuws is voor iedereen. Ga je inderdaad dus een meer een bredere cataloog aan modellen aanbieden. Die ook uh, onder de 25.000, 120.000 euro enzovoort gaan zijn. Die er komt ooit een, een kleinere modellen gaan zijn. En dat je ook waarschijnlijk het prijsverschil die een elektrisch voertuig in dezelfde categorie met zijn broer of zus van de verbrandingsmotor dat ook die verschillen wat gaan, gaan verminderen. Dus in die zin, naarmate we in een nieuwe fase komen van meer elektrische voertuigen verbaast het mij niet dat daar prijsaanpassingen gaan gebeuren en dat ook concurrenten zich gaan positioneren zijn dat de Tesla's, zijn dat de andere nieuwe aanbieders en bestaande aanbieders. Dus op die zin is dat geen verrassing en dus de Volkswagen Groep heeft gelukkig een heel breed palet aan elektrische voertuigen. Ons marktaandeel eh, bij Dieter Automotive in België voor de elektrische voertuigen is uh, hoger dan ons gemiddeld marktaandeel van alle klassieke voertuigen. Dus in die zin voelen we ons goed gewapend uh, en hebben we ook mooie modellen en attractieve modellen uh, in de markt. En gaan we natuurlijk in functie daarvan ons verder ontwikkelen. Maar het is dus een heel veelbelovende markt: elektrische voertuigen. Um, en uh, denk ik zowel voor de klanten, uh, privéklanten als bedrijven, uh, als voor ons als bedrijf uh, biedt het heel veel kansen. Uw lezer merkt ook op uh, dat Tesla rechtstreeks aan de consument uh, verkoopt. Uh, heeft u geen schrik dat Volkswagen dat op een bepaald moment ook uh, gaat doen? En dus eigenlijk ja, de verdeler jullie dus uh, gaat uitschakelen? Als je van nul begint en iets nieuws opstart zoals een Tesla, kun je natuurlijk dingen gaan, gaan bedenken op een andere manier. En zomaar je een, een niche-product bent met heel weinig modellen... Kan dat goed gewerkt hebben voor hen in de voorbije jaren? Uh, wij zijn ervan overtuigd dat het model dat wij over de voorbije decennia opgebouwd hebben, waarbij een klant niet alleen een, ja, een, een droog product koopt, maar ook wat advies daar rond wil, en het wil kunnen betasten en bekijken en uittesten en, en een proefrit doen enzovoort, dat de rol van de concessiehouders daarbij altijd belangrijk zal blijven. De rol zal misschien veranderen, de manier waarop zal veranderen. Mensen zijn al beter geïnformeerd, hebben online alles geïnformeerd. Uh, uh, maar proximiteit hebben, dicht bij de eindklanten. En, en, en de klanten te woord kunnen staan. We zien het ook in België de voorbije jaren: de keuze van ja, welk voertuig koop ik juist, met welke technologie. Uh, uh, ja, het wordt dat dat al maar ingewikkelder natuurlijk. Het wordt, het wordt niet eenvoudiger op en die zijn ingewikkelder. Dus daar, daar is een rol. Maar natuurlijk moeten we verder evolueren van hoe we zeg maar, het netwerk aan concessiehouders uh, opstellen en doen, maar dat hebben we de voorbije jaren al gedaan en dat zullen we ook de komende jaren blijven doen. Dus in die zin is het voor een model dat voor ons heel goed werkt, dat heel goed past bij de breedte aan modellen en merken die wij aanbieden. Uh, en in, u hebt het gemerkt, maar de meerdere concessiehouders die, 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 die tonen de verschillende merken en modellen in de, in de corporate identity van die merken, maar kunnen ook synergieën creëren door misschien ateliers of recepties of andere elementen samen te voegen. Dus je kunt daar ook veel meer efficiëntie in brengen uh, in in, in, in een markt waar, waar andere concurrenten misschien andere modellen bekijken. En online uh, wordt natuurlijk ook belangrijker en belangrijker uh, in de komende jaren. Maar dat er, daar anticiperen we allemaal op met Titan Automotive. Absoluut. Oké, okay, Lezeres uh, Els heeft een vraag over de lange wachttijden voor auto's. Uh, ze merkt op van, ja, uh, bij Volkswagen, Audi en andere Duitse merken is het vaak uh, anderhalf jaar of soms zelfs nog langer wachten. Uh, Tesla levert wagens in twee à drie maanden. Vreest u niet uh, op die manier marktaandeel te verliezen? Well, dus de, de langere levertermijnen die inderdaad opgebouwd zijn in de laatste. Ja Anderhalf jaar, zal ik maar zeggen, was voornamelijk gedreven inderdaad in de post-COVID-periode met de problemen rond de supply chain, waar de productiecapaciteit van de fabrieken uh, niet optimaal was. En dus wij hadden wel de auto's verkocht, maar, maar de, ze kwamen trager dan voorzien. Is dat verbeterd? Um, het is intussen al met een paar maanden verbeterd, maar het is duidelijk nog wat langer dan sommige andere uh, merken die misschien minder die problemen hebben. Um, tegelijkertijd, wat we ook merken, is dat klanten dat voor een stukje al anticiperen. En dus. Uh, Ervan uitgaan, ja, de levertijd zal waarschijnlijk wat langer duren. Dus laat me wat vroeger dit nieuwe voertuig bestellen. En dan heb ik niet de stress van zal het er op tijd zijn of niet of dit. En dat merken we heel duidelijk. En daarmee kun je ook de auto configureren zoals je wil. En op de manier dat je wil. En, en dus op die zin is het voor ons niet onmiddellijk een reden waarom marktaandeel uh, zou moeten verloren gaan. Je moet wel op een andere manier, denk ik, nadenken. Wanneer begin ik daarover na te denken om een voertuig eventueel te vervangen? En hoe doe ik dat? Um, maar ik ben zeker dat in de komende maanden zal die, die levertermijnen gaan terug wat normaliseren. Ja? Uh, uh, want het is uiteindelijk door die supply chain issues uh, dat het uh, bottlenecks creëert. Hè. Iets uh, dat er nog mee te maken heeft. Uh, nog een lezeres, Kathleen. Uh, zegt van ja, de Volkswagen-groep mikte door die schaarste tot voor kort alleen op de meest luxueuze, dure modellen met hoge marges. Uh, is het intussen weer mogelijk een goedkoper basismodel uh, te bestellen? En wat betekent dat voor Dieteren? Ja, absoluut. Natuurlijk, elke auto um, is, 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 een, is een bestelling waard en is een goede bestelling waard. Um, wat er eigenlijk gebeurd is, door het gebrek aan halfgeleiders en andere componenten uh, naar de industrie van de fabrikanten toe, heb, hadden zij te weinig materiaal om de voertuigen te produceren die ze wilden produceren en hebben dan artificieel voor een stukje de wat grotere modellen um, voorgetrokken, bij wijze van spreken. Dus wij kregen een, een abnormaal aantal Audis en Porsches enzovoort, zeg maar, sneller geleverd en de andere trager geleverd. En dus, maar dat is intussen dus achter ons, dus dat wordt teruggenormaliseerd, genormaliseerd, die toevoer van, 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 van onderdelen. En dat betekent dat wij nu, in ons, als ik nu ons orderboek bekijk, we een normale mix van voertuigen hebben, van klein naar groot, van stad naar sport, naar, van alle categorieën. En dus dat betekent dat wij nu ook meer een normaal profiel van auto's gaan leveren en verkopen. En dat betekent ook dat onze omzet een normale reflectie daarvan gaat zijn. Dat hadden we ook in vooruitstelling gezet dit jaar. Onze marges waren waarschijnlijk wat artificieel hoog daardoor vorig jaar. En dit jaar gaat het wat normaler zijn door een andere mix aan voertuigen. Maar iedereen is welkom om gelijk welk voertuig van het kleinste model. We hebben trouwens ook leuke... Heel kleine modellen in ons aanbod, nu met Microlino. Uh, niet uit de Volkswagen groep, maar een echte micro-mobiliteitsvoertuigje. Um, dus er dus is voor iedereen zijn gading iets. Ja. Een geruststellend antwoord ja. voor wie wat uh, een lager budget heeft. Um, lezer Steven vraagt: hoe lopen de activiteiten van uh, Poppy? Uh, Poppy zijn de deelwagens, deelsteps, uh, hoe zit het daarmee? Goed, dus Poppy is oorspronkelijk begonnen in Antwerpen, is dan heel snel naar Brussel gekomen. Is nu ook inmiddels in Gent en in een luik uh, beschikbaar. En heeft zich als speler eigenlijk relatief snel vanaf het begin als een multimodale deelspeler zeg maar, opgesteld. Dus niet alleen deelauto's, maar ook deel-scooters of deelsteps en deel-fietsen in bepaalde steden. En, en eigenlijk een combinatie van het merk Poppy in de markt gebracht. Um, het is en blijft geen gemakkelijke. Uh, activiteit is een activiteit die voor dit een auto heel interessant is, want je leert heel veel over nieuwe gedragspatronen van klanten die wanneer heb je een auto nodig, hoe gaan mensen voornamelijk in de stad hè, maar we spreken hier voornamelijk over gebruik in en rondom de stad, hoe mensen daarmee omgaan. Dus je leert er heel veel uit. Maar het is op zich geen gemakkelijke business om in te zijn. Waarom? Omdat je heel vaak, en dat hebben we ook hier in Brussel gezien, Concurrenten hebben die komen en gaan, uh, die veranderen. Uh, en, en, en dat blijft, zeg maar, elk jaar heeft zijn uitdagingen uh, bij Poppy. Maar het is een, een model dat deel uitmaakt van de toekomst. Een Automotive is niet alleen meer het aanbieden van auto's, maar is het aanbieden van uh, meer en meer. Uh, ook innovatieve mobiliteitsoplossingen en Poppy maakt daar deel van uit. Want we gaan ervan uit dat deelauto's toch een goede 10, 15 procent van de, de trajecten binnen een stad zouden kunnen gaan uh, uh, op zich nemen. En daar is het een heel praktisch, bruikbaar. ...en een zinvolle manier om zich te verplaatsen. En voor de steps, jullie zijn niet bang, zoals in Parijs bijvoorbeeld... ...waar de bevolking uh, in een referendum aangaf van die steps vanaf te willen... ...omdat ze overal worden achtergelaten? Wij passen ons aan de multimodaliteit aan, aan de, aan de vervoersmiddelen... ...die zeg maar, toegelaten zijn en gebruikt worden in een stad. Als er meer fietsen gebruikt worden, dan gaan we meer fietsen doen. Is het maar steps. als er geen steps zijn, dan is het natuurlijk geen steps. Dus voor ons is het meer het, het, de mix aan mogelijkheden. Want het gaat hier voornamelijk over de stadstrijkten. En soms is een auto beter, uh, anders... Een Ander moment is, is het eerder beter om, uh, ja, om de fiets te nemen. Over die fietsen gesproken. Uh, lezer Toplap uh, zegt van ja, ik ben een grote fan uh, van jullie allesomvattende visie op mobiliteit. En de koppeling tussen bijvoorbeeld auto's, laadinfrastructuur, deelwagens. Mm -hmm. uh, maar zijn specifieke vraag gaat over fietsen. Ja. Um, hij zegt: ja, momenteel wordt er door de grote ketens, zoals Bike Republic, weinig geld verdiend uh, in die branche. Hoe kijkt Dieter naar uh, de fietsentak Lucien? En uh, hoe en wanneer zal die geld beginnen op te brengen? Maar well, Lucien is inderdaad een heel recente activiteit. Hè. Denk ik ongeveer anderhalf jaar binnen, uh, live gelanceerd. Um, die heeft trouwens vanaf bijna de eerste dag uh, geld gegenereerd. Dus die maakt, uh, het is niet, maar, geen verlieslatende tak? Well, het, is, het is een opbouwende activiteit. We zijn bezig met een, een, een keten aan, aan winkels op te bouwen. Maar het model laat toe om geld te verdienen vanaf dag één. En in de opbouwfase, we hadden denk ik iets van een dertiental winkels eind vorig jaar. Er komen dit jaar nog wat bij en, enzovoort. zijn natuurlijk iets aan het opbouwen. Wat, wat, wat extra's. Wat belangrijk is, is dat je ervoor zorgt dat de centrale structuurkosten zeg maar, heel beperkt blijven en dat je dat niet te, te groot maakt. En tegelijkertijd is het ook belangrijk in de commerciële politiek dat je, dat je keuzes maakt van wat voor fietsen gaan we aanbieden. En wat Lucien voornamelijk op, op, op doelt, is in een totaal mobiliteitsaanbod voornamelijk. Functionele fietsen aan te bieden. Ze dus zijn iets minder op de leisure fietsen, die zijn er ook. Maar voornamelijk op functionele fietsen. Dat zijn cargofietsen of fietsen die je gebruikt in het woon-werkverkeer um, uh, om, om, om de kinderen mee te transporten mm -hmm. en, enzovoort. Dus eigenlijk, en, en dat soort fietsen hebben wat minder. Uh, zeg maar variabiliteit en zijn er minder modegevoelig of merkgevoelig dan misschien sommige andere fietsen. En in die zin proberen we een relatief stabiele basis te doen, die we trouwens niet alleen aan de private consumenten maar ook in het kader van bedrijfs uh, uh, En oplossingen, lease aan te bieden. En dus in die zin, denk ik, is het een Positionering in de markt die toelaat aan Lucien om daar uh, positief aan verder te werken. Ja. Geen, uh, nog een vraag over de Labbox, de een incubator voor uh, groeibedrijven. Ja. Uh, zijn er enkele toekomstige parels die je uh, in deze tak in de spotlight uh, wil plaatsen? Wel, labbox bestaat nu ongeveer zestal jaar en ik heb in mijn carrière verschillende. Uh, initiatieven gezien om zo corporate venturing te doen, zeg maar start-ups te starten van binnen het bedrijf zelf. En ik moet zeggen, wat LabBox in de voorbije zes jaar gedaan hebben, chapeau, dat is echt uh, indrukwekkend. Momenteel zijn er een twaalftaal activiteiten die LabBox uh, op poten heeft gezet. Uh, sommige daarvan zijn intussen al uit LabBox gehaald, omdat ze zo groot werden dat ze hun eigen divisie verdienen. Uh, meest meest uh, sprekend daarvan is, is Eddy, Electric by Dieteren, uh, wat eigenlijk onze laadpalenafdeling is, die nu ook zonnepanelen enzovoort aanbiedt. Dus dat is er een die denk ik iedereen al begint te kennen. Kennen. En waar ik zeg van, er is misschien geen toekomstige, maar er is zeker een met heel veel toekomstpotentieel. Um, en naast Poppy, die u al vermeld heeft, zijn er ook een paar: ja, een, een leasing vind ik een interessante. En wat leasie is dat? Dat is eigenlijk een digitaal platform waar KMO's ook de kans krijgen om gemakkelijk leasingvoertuigen aan te bieden aan hun personeel en niet onmiddellijk door de grote. Ja, leasingmaatschappijen en ondernemingen um, en administratie daarvan moeten gaan. Maar dat is eigenlijk een heel um, uh, handig um, digitaal platform daarvoor. Um, een ander interessante is Skipper. Die hebben we ook al van min of meer het begin. Dat is meer een app om je eigen trajecten in de stad um, te plannen en dan ook de ticketten er onmiddellijk voor te kopen. Die zijn intussen internationaal gegaan. Daar hebben we het kapitaal opengesteld naar andere uh, investeerders trouwens ook. Uh, maar er zijn er nog andere. Husk is bijvoorbeeld een die misschien niet iedereen hier in Brussel uh, kent. Is eigenlijk een, een beetje zoals G7 in Parijs. Eigenlijk een soort ja, taxi-limo-service. Mm -hmm. um, maar die heel handig te gebruiken is. Um, en eigenlijk aan, aan ja, de, goed, goed werk levert. De is uit de Volkswagen-groep, veronderstelling. Niet noodzakelijk, want dat is eigenlijk meer een platform terug. Waar je gemakkelijk kunt bestellen. Ja? Eerder mm -hmm. dan eigenaar te zijn van de voertuigen zelf. Want dat zijn zelfstandige uh, chauffeurs. Dus in die zin is het een, terug een digitale toepassing. Maar die een bijkomende mobiliteitsoplossing biedt. Waar mensen, wanneer mensen een alternatief zoeken voor de auto. Zelf uit de garage te halen, bij wijze van spreken. En zeggen: nee, daar ga ik eerder um, een, een, een taxidienst gebruiken of een fiets met Lucien of een hobby okay. met de deelauto. Uh, enkele vragen over de recente overnames. Uh, uh, lezer Erik. Stelt met PHE, dus de leverancier van de auto-onderdelen, mm -hmm. willen jullie een consolidatie voeren in Europa, maar hij merkt op, uh, uh, PHE heeft al veel schulden. Uh, hoe gaat die financiering gebeuren? Zou iedereen bereid zijn om extra kapitaal erin te stoppen? We zijn altijd bereid, moest het management komen met, met, met vraag naar extra middelen en het is voor een goede investering om daar uh, gehoor aan te geven. Maar momenteel heeft uh, PHE dat niet nodig. Ze kan dat perfect met haar eigen financieringsstructuur uh, 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 aan. Doen. Vorig jaar heeft ze al een negental acquisities gedaan, uh, gefinancierd uit haar eigen cashflow. Um, vergeet ook niet dat we het, in het kader van onze acquisitie van PHE hebben de autoriteiten van de concurrentie ons ook gevraagd om één activiteit te verkopen. Dat was een activiteit van glasherstel in Frankrijk, Mondial Parbrise. Die hebben we dan ook verkocht en dat heeft ons ongeveer 100 miljoen euro opgebracht. Wel, dat geld hebben we niet naar, bij, Dieter, bij Dieter gehaald, maar hebben we bij PHE gelaten. En dat is een middel die zij ook nu kunnen gebruiken voor acquisities. Dus de, de schuldgraad van PHE is perfect onder controle. is trouwens wat gezakt, gezakt terug de voorbije maanden. Um, ze hebben die extra middelen gekregen door de, de 100 miljoen die we bij de verkoop van Mondial hebben kunnen bereiken. En daarmee kunnen ze hun plan die heel duidelijk is en er zijn uh, uh, doelen op het oog in de verschillende landen uh, voornamelijk Zuid-Europa momenteel en, uh, en, en dat gaat zijn gang en dus dat is volledig onder controle. Oké, okay. we hebben ook vernomen dat uh, bij uh, TVH Ports er een cyberattack heeft plaatsgevonden uh, Lezer Koen vraagt ja, zal dat impact hebben op de resultaten? Maar het is te vroeg om denk ik een volledig beeld te hebben van wat de impact van de cyberattack zal zijn. Maar op basis van de informatie die we vandaag kennen, gaan we ervan uit dat er geen materiële impact is op ons Diteren groep, um, um, als, dat, als dat de vraag is. Tegelijkertijd wil ik wel van de gelegenheid gebruikmaken om heel duidelijk te zeggen, ik wens het niemand toe om zo'n cyberaanval te krijgen die TVH heeft gehad. En um, de voorbije weken... Is het echt indrukwekkend hoe het team van TVH met man en macht eraan gewerkt heeft om dat probleem op te lossen? Het was een zware cyberaanval. Is het intussen uh, volledig opgelost? Het is uiteindelijk toegeleid dat, dat um, TVH haar systemen zelf heeft afgeschakeld. om te vermijden dat de infectie te ver ging zich verspreiden. En dan moet je dan de infecties gaan bekijken. Reinigen, terug opstarten en doen. En dat is inmiddels inderdaad uh, volledig gebeurd. En, uh, dus uiteindelijk is het een paar weken uh, heel hard geweest voor, voor TVH. Maar de snelheid en de toewijding waarmee het hele management en alle mensen daarbij betrokken bij TVH daaraan gewerkt hebben, dan kan ik alleen maar zeggen dat was heel goed. Het heeft, uh, je kunt het zien langs de autosnelweg, er hangt nu een grote billboard. It will make us stronger. Wel, uh, ik zou zeggen, ja, het, het, het maakt nu al TVH stronger um, en ik ben blij dat sinds ze terug uh, actief zijn, uh, sinds de goede week, dat, uh, dat de, de, de orders en de bestellingen binnenstromen en dat de klanten begrip tonen voor de heel moeilijke situatie waarin dat, uh, TVH uh, doorgegaan is voor een paar weken. Ja, dus zeker uh, geen fiasco dan. Uh, twee lezers, Henri en uh, Vic, uh, hebben een vraag over Molskin. Uh, beide stellen van, ja, het zit een beetje buiten de automotive, een Italiaans luxe product. Uh, past dat nog wel in jullie portefeuille? Hoe gaat het met Moskin? Uh, en is het ook de bedoeling misschien om Dieteren verder te sturen uh, in de richting zoals een, een sectorgenoot zoals Exor, uh, Om zich bijvoorbeeld op Italiaanse luxe nog meer te gaan richten of uh, zich toe te spitsen op mobiliteit? Zoals ik voordien al zei, we zijn sectoragnostisch, maar Moskin heeft haar plaats binnen onze portefeuille voor een heel simpele reden: dat ze voldoet aan de drie criteria die wij altijd voorop stellen voor een nieuwe investering. We willen iemand die een leider is in de industrie waarin ze actief zijn en ze daar iets unieks gedaan hebben. Wel, Moskin notboekjes worden niet verkocht of minder verkocht in de klassieke kanalen. Stationery, maar meer in de boekenwinkels. En daar, daar komt de geschiedenis van Molsken vandaan. Um, en dat is in feite een heel unieke positie die Molsken daarmee opgebouwd heeft. Ze zoekt altijd naar hun muntendheid en verder te groeien, zich te verbeteren, efficiënter te worden. En ze geeft niet alleen een financiële positieve impact, maar ook een niet-financiële impact. Want het is een heel mooi product dat heel veel mensen helpt in wat, wat ze hun creativiteit tot uitdrukking proberen te brengen. Dus voor ons voldoet het aan de criteria van investeringen, ook als er niks met wielen of wat dan ook iets te maken heeft. Dus het heeft zijn plaats. En zolang wij onze natuur, Eigenaar voor dat soort bedrijf vinden en voelen, is er geen reden om dat in vraag te stellen. En dus vandaag is dat absoluut uh, niet aan de orde om dat in vraag te stellen. Maar gaan we daarmee nu plots heel veel in luxe gaan investeren, zover zou ik nu ook weten. Oké, okay. uh, ik zie dat de tijd vordert. Uh, uh, misschien nog één vraag over vastgoed. Uh, jullie hebben een zeer groot hoofdgebouw in de Maliestraat, uh, merkt lezer geert op. Is zoveel ruimte nog nodig? Is het niet interessanter dit gebouw uh, in te zetten voor residentiële ontwikkeling, bijvoorbeeld? Ja. Maar wat misschien de, de lezer ontgaat, is dat we eigenlijk al een drie, jaar, drie jaar terug. 35 appartementen, dus voor residentieel gebruik, op die site hebben gebouwd en, 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 en die, die intussen uh, volop gebruikt worden, uh, aan de kant van de Ten Boschstraat, wat zeg maar dan één hoekkant is van, van de site. Um, maar er blijft natuurlijk de, de rest van de grote site rond de Maliestraat en de Prevostraat en de Amerikaanse straat. En, en we zijn inderdaad bezig met een, met een project, ja, dat het een groot project zal zijn, want het is een mooie site, uh, het is een mooie buurt, hè, de Kasteelheerpleinbuurt in Elsene. en dus in, die, in die buurt uh, maakt het heel veel zin om, om, een, om een, ja, een, een project te doen dat multifunctioneel is. We zijn volop in de procedure zowel met erfgoed als met uh, bouwaanvragen enzovoort. kan in Düsseldorf een tijdje duren, denk ik. Maar eens we daar door zijn, uh, ben ik er zeker van dat we daar een mooie combinatie gaan kunnen maken van enerzijds commerciële ruimte, voor een stukje voor onszelf, maar zeker ook voor andere uh, commerciële doeleinden. Bureau, uh, kantoren, um, diensten die we gaan willen aanbieden aan, aan, de, aan, aan de buurt. Uh, misschien ook bepaalde logistieke diensten, wie weet. Dus het zal een mooi project worden, maar um, die we gaan openstellen voor de buurt. Oké, okay. um, een paar vragen over het aandeel zelf. Uh, ja. Ik zei het al in het begin, Dieter is vervijfvoudigd uh, op een periode van vier jaar. Wat vindt u zelf van de koerssprong die Dieter in de afgelopen jaren heeft gemaakt? Uh, sommige mer lezers merken ook op, ja, u noteert met korting tegenover jullie intrinsieke waarden. Hebben jullie zelf een beeld van die intrinsieke waarden en uh, waarom zouden jullie dat dan niet publiceren? Het feit dat ze maar een mooie ontwikkeling hebben gedaan is natuurlijk voornamelijk gedreven door het feit dat we onze winstgevendheid hebben kunnen vergroten. En toen ik bij Dieter aankwam, een goede zes jaar geleden, waren we rond de 200 miljoen winst voor belastingen deel van de groep. Dus als je alle percentages van onze investeringen samenneemt, waren we in die orde Vorig jaar waren we aan 733 miljoen als ik diezelfde KPI gebruik. Dit jaar hebben we 900 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Dus dat op zich is een grote, een grote zeg maar, evolutie, die zich ergens dan vertaalt in een beur, beurskoers. Is de vertaling in de beurskoers. Uh, te hoog, te laag, uh, in een of andere richting is er een, een, een discount, een premium enzovoort. Ik spreek me daar eigenlijk niet over uit. Ik laat ze aan iedereen toe om eigen berekeningen ja. te maken en te doen van wat vind ik zelf dat het waard is. Wat wij op focussen als management is onze managementteams in de bedrijven helpen meer waarde te creëren, um, uh, positieve ontwikkeling te doen. En iedereen berekent dan wat de som daarvan is. Als je de analist die ons volgt vraagt waar zij dan landen, dan landen ze ergens rond de 219, 220 denk ik momenteel. Is dat te veel? Is dat te weinig? Dat laat ik echt aan iemand anders over. Ik heb daar geen. Uh, opinie over die. Okay, uh, ja. Ve uh, Ve Veel lezers uh, ja. geven gewoon felicitaties uh, via onze website voor de prestaties van jullie aandeel zonder een vraag te stellen. Uh, een lezer vraagt nog: ja, uh, gaan jullie weer eigen aandelen inkopen? Jullie krijgen nu een riant dividend. Uh, gaat er terug een inkoopprogramma worden gestart? Well, er is nog een inkoopprogramma bezig. Hè. We hadden er een gelanceerd in 2019 van 150 miljoen. Uh, in COVID wat hold gezet en te re reactiveerd. Daar is nog een kleine 10 van over. Dus dat kan. Dat zal zijn beloop lopen en dat loopt. Uit. En daarna gaan we dan kijken: ja, dan nee, we hebben geen lange traditie van inkoopprogramma's. We laten ons eerst deze afwerken en dan zien we wel wat er is. Maar de hoofddoel met de cash die we, die we gaan ontvangen, onder meer bijvoorbeeld van Belron dit, uh, nu in de voorbije weken, dat gaan we voornamelijk gebruiken. Enerzijds om ons dividend te betalen, want dat komt er ook nog aan. Maar tegelijkertijd ook om verder te investeren in de bestaande en of nieuwe bedrijven, zoals ik voordien al beschreven heb. Oké, okay, nog uh, misschien twee laatste vragen. Eén lezer vraagt van ja, dromen mag, zegt hij. Stel dat u één Belgisch of Europees bedrijf aan de een portefeuille mag toevoegen. Welk bedrijf zou dat zijn? Daar ga ik voor passen. Ik ga geen naam noemen. Er zijn zoveel mooie bedrijven, zowel in België als daarbuiten, die aan onze criteria voldoen. En het hangt te veel af van de opportuniteit, de fit die we voelen met het managementteam, met de aandeelhouders eventueel die daar aan boord blijven, om daarover te gaan speculeren. Dus ik ga geen naam noemen. Oké, okay, dat is duidelijk. Misschien een vraag waar u wel een antwoord op kunt geven. Lezer Sam vraagt: bent u zelf een autoliefhebber? En dan zegt hij van misschien niet zo'n discrete vraag, maar voor een CEO van een auto. Holding toch relevant? Uh, met welke wagen rijdt u zelf en wat zou u kiezen indien u totaal geen beperking van een budget had? <laughs> ik ben zeker een autoliefhebber, ik ben helemaal geen kenner, helemaal geen specialist, maar qua puur rijplezier um, daar heb ik geen enkel probleem mee, in tegendeel. Um, wat rijd ik nu? Wel, ik heb het geluk om deel uit te maken van de groep van mensen, uh, omdat we dit een auto hebben die eigenlijk als een soort ambassadeur voor onze merken en onze modellen om de vier maand met een andere wagen mag rijden. Dat is snel. In vier maanden uh, mag ik met een andere wagen rijden. En momenteel rijd ik met een hybride uh, Porsche Panamera. Uh, moet ik moet toegeven dat het een, 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 een het voelt als een heel ideale combinatie aan, want ik kan zeg maar geruisloos rijden in de stad uh, als ik s'morgens uh, morgens of s avonds naar het werk ga of uh, en niet te voet ga trouwens, maar, maar als ik met de auto ga of mij beweeg hier in, in Brussel. En voor de langere afstanden dan eerder het uh, Typische Porsche geluid, uh, toch ook uh, kan van profiteren. Dus in die zin uh, voel ik me met die goed. En uh, voor de volgende uh, maanden, en zo, gaan we wel zien wat, wat in het aanbod is in, in de pool die een auto uh, ter beschikking stelt. Oké, okay, autorijden moet ook een beetje plezant blijven, natuurlijk. Hè. Dankjewel, Francis de Pre. Wij zijn er terug met een uh, nieuwe aflevering van CEO Talks op. Uh, 11 mei, en dan is Gerald Kronenbergs samen met uh, Dominique Morkens uh, onze gast. en Zij vertegenwoordigen TEXAF. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.